dalende koersen bieden altijd koopkansen. De laatste weken zijn de koersen flink onderuit gegaan en dat biedt gelegenheid om gefaseerd of al dan niet of in één keer in te stappen. Er kunnen ook nog koersdalingen aankomen, dus in één keer instappen is over het algemeen niet verstandig. Er zijn een aantal verschillende strategieën die toegepast kunnen worden om te profiteren van koersdalingen zoals die we recent hebben gezien. Een bekende strategie is het opdelen van de investering in tijd. Stel, ik wil 10.000 euro in investeren en ik koop elke maand voor 1.000 euro aandelen, of ik koop voor 1.000 euro een AEX ETF of iets dergelijks. Waardoor je gewoon bijna als een computer elke maand, de eerste dag van de maand, gewoon netjes 1.000 euro in de portefeuille stopt. Het nadeel van deze strategie is dat de koers totaal onrelevant is gemaakt. Het gaat om het moment en niet om de koers. Ik vind dat een te groot nadeel om deze strategie toe te passen. Ik vind namelijk dat de koopkoers te belangrijk is voor het uiteindelijke potentiële rendement om die factor bij de belegging weg te laten. Persoonlijk ben ik dus geen fan van deze strategie, maar het voordeel is wel dat je emotie uit beleggingsbeslissingen haalt. Andere strategie is dat je instapt gefaseerd in aandelen of in de AEX, in de ETF, afhankelijk van de koers. Dus stel de AEX zakt naar 2,70, dan stop ik x bedrag in de AEX. Zakt de AEX verder naar 2,50, dan stop ik er nog wat extra bij. Deze strategie is geschikt voor bijvoorbeeld een index als de AEX en ook voor veilige defensieve aandelen zoals Shell en Unilever, waarbij de kans vrij klein is dat ze failliet gaan of dat ze serieus in zwaar water terechtkomen. Het probleem is als je deze strategie toepast bij riskantere aandelen, dus ik noem een ArcelorMittal met een hoger risicofactor, dat je bij een permanent verslechterende bedrijfsvoering blijft bijkopen, dalende koersen, je blijft bijkopen en de verliezen blijven oplopen. Voor dit soort aandelen zou ik een andere strategie gebruiken. En dat is één koerspunt kiezen waarop je in zou willen stappen en één bedrag en het daarbij laten. Zakt daarna verder, helaas, maar dan niet bijkopen, niet gaan middelen. Je wil niet je risico alleen maar vergroten, terwijl de realiteit iets anders zegt, namelijk dat je je risico juist zou moeten verkleinen. Een laatste strategie is gebaseerd op derivaten. Met derivaten kun je een mix maken van de verschillende strategieën. Bijvoorbeeld door het verkopen van een put kun je op een bepaalde tijd en op een bepaalde koers aandelen of een index long gaan. Wat je ook kan doen is bij een bepaalde daling een call of een call spread nemen of een turbo long. Zodat je alsnog kan profiteren van een eventueel herstel zonder dat je heel veel geld in de markt steekt. Later zal ik terugkomen op de risico's waarop gelet moet worden met de verschillende strategieën en ook bij het opzetten van de portefeuille. Maar deze strategieën zijn goed toe te passen bij de huidige marktdalingen.